more Brennan's. Get Brennan's. Are you mad? Do you feel like wounds about the Brennan's? Get Brennan's. What have you ever done to deserve this one? Huh? I mean, who's always been decent to him and try to make things halfway pleasant? You have? And what have you done? What have you done but bark at him and snap at him? How do you think he feels about that? You can't win anybody's love by fighting him every minute. You gotta fight with them. You gotta show them that you're on their side. Why don't you give Dad a chance? Give him a chance and show him that you love him. It's so easy. All you gotta do is tell him. Why don't you do something? Dan draag ik een ijsmasker. Terwijl doe ik mijn buikspieroefeningen. Ik kan er nu 1000. Na het ijsmasker gebruik ik een hydroactieve loosje. Onder de douche gebruik ik een vochtinbrengende loosje. Daarna een kruidengezichtsmasker dat ik 10 minuten laat inwerken. Ik scheer me en ik gebruik een aftershave zonder alcohol, want dat droogt de huid uit en dan ga je ouder uitzien. Vervolgens gebruik ik een vochtinbrengende crème. Dan een anti-aging oogbalsem, een volledige body scrub en een peeling gel voor mijn gezicht. Ik wist niet dat je rookte. Ik heb ergens gelezen dat 1 op 4 kanker krijgt. Dus ik dacht, als ik rook, dan krijg ik misschien kanker en dan bespaar ik het 3 aan. Statistisch gezien. Maarten. Ik heb een gedicht en in dat gedicht wordt de rat de munteenheid. Dat zou interessant zijn. Ja, dat zou de wereldeconomie wel merken natuurlijk. Alleen de naam al. Dat is nog beter dan de kip of de kwasha. Ja, de naam zegt alles, Maarten. De naam zegt alles. De rat stoot vandaag lager ten opzichte van de euro. Er is een toenemende angst voor de devaluatie van de Russische rat. Ja, witte ratten, denk je ze? Zwangere ratten. Massale verkoop van een zwangere Russische rat. Groot-Brittannië voegt zich bij trend naar universele geldzorg. En voegt zich dus bij de rat? Amerika stelt standaard in voor de rat. Elke Amerikaanse dollar dan inwisselbaar voor de rat. Dode ratten. Hamsteren van dode ratten, bedreiging voor wereldgezondheid genoemd. En wie ben jij, nu niet jonger dan de andere weer bent? Ik ben Angelo. Antwoord op mijn vraag. Versta je mij? Wie verstaat me toch? Maarten, doe je schoenen uit. Thank you.
Dank u. Ze verstaat mij. Ben jij gelukkig? Doe je broek uit. Dank u. Wat is je laatste wens? Wat is je laatste wens? Maarten, doe je broek aan, je maakt het makkelijk. Je moet de kleur van je sokken aanpassen. Thank you.